Wat is er dus? Wat is de fietsen? Ik denk dat ik even naar het centrum van Vlaardingen ga, naar het oude centrum. Laat jullie een beetje kijken binnendoor. Wel lief aan mij. Ik heb altijd gezegd, ik kan nooit meer lopen, dus dat in een rolstoel. En nu gaan ze lopen. Ja, het kan goed zijn. Heerlijk weer. 20 graden was het net. Ik ben daar lekker in de tuin geweest. Een filmpje daar gemaakt. Wat ik elke man trouw doet. Kom mee, wachten. Ik heb de mobiele telefoon in de klauwen. Hou je links, dan gaan we het eenmaal door. De grond heeft het nou zo zin. Muurtjes zijn vandaag verdronken. Glazen. Die hebben dat daarbij meegenomen door de hond. Waar ik dus zeer verdrietig om ben. Maar het leven gaat door. Misschien kan je eens verder kijken op het YouTube kanaal van mij. Ons. Ook een hondje door is. 60 kilo, 50. Een schat van hond. Echt. Maar ja. Misschien staan veel patatten te bakken. Denk ik niet, maar... Is er helemaal niemand? Dat gaat wel gezien. Dat er wel bij andere jongens. Gemaakt. We zien de prijs, €2,07. Vrij. Een diesel, 1,84. Daar heb je het over. Ja, ik ben in ieder geval wel wezen fietsen met Joop en Nina. Een keer, met Naaldwijk en met Van Holland. Een leuke dag. Wat een mooie huis hier. blijven staan. Ja, ja. Denk schilder in als je niet lust. Ja jongen, zwaar. Valt wel mee hoor. Het leven is niet zo zwaar. Hoogstraat slang hoor, die nog wel. En dan hier links. Ja, daar hebben we de bobbel. Nee, en we gaan niet naar het hoofd. En dat kom ik al zo vaak. En dan doen jullie er ook gek van worden. Oké, de volgende gaan we rechts. Dat is ook een Noordkarrel. Dat is ook wel lelijk aan het breekje, zie je. Dus dat straatje er nog vaak naartoe gaat. Steenplaats, ja. Hallo. Nou, dat wilde ik even zien. Steenplaats hadden we het pad over bij ons zwaarder. En oude huisjes. Ja, leuk. Hallo. Ik Ik woon hier nou al zo lang in Vlaardingen, maar ik wist niet eens dat het bestond. Nou, is er al heel oud. Ja, echt. Ja. Yep. Ik woon al 65 jaar in Vlaardingen, maar... Ja, echt een oud hofje. Ja, echt. Ja. En dan zag ik er pas voorbij schieten, ergens, Vlaardingen. Een of andere Facebook site. En dan denk ik, ga toch eens kijken. Ja, dat is leuk hoor. Ja, dat is heel leuk, ja. Ja. Ik denk dat het een van de laatste is. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Yep. De rest lopen ze hier allemaal, dus... Ja, en dit blijft dit? Ja. Wees blij. Ja, want ik wil niet weg hoor. Nee, dat snap ik. Tussen 6 plankjes heb ik gezet. Ja joh. Ik woon hier echt wel na hier. Ja, hoe lang zit je hier al? 36 jaar. 36 jaar, ja. Maar dat wil je ook niet meer weg. Nou, kijk, nee. Normaal ben ik helemaal niet zomaar... Ik heb hier ook nog kinderen gehoord en ik had er 5 en ik heb er nog een 2, dus ik wil gewoon blijven zitten hier. Je hebt gelijk. Ja, en, ja, dat is misschien heel stom hoor, maar... Nee, het is niet stom. Nee. Ik zeg altijd, ja, het is gewoon een heel fijn idee dat je denkt, nou hier hebben ze ook nog gewoond en dit en dat. En... Ja. En nu? Helemaal alleen? Hallo. Dat is ook wel eens wat. Yep. En wij zijn hier gewoon in het straatje en als er iets is, dan helpen we elkaar. Vallen die aan de zand. Dat maakt wel niet uit. Je hebt genoeg duiven. Dat vind ik niet leuk hoor. Ja, maar je geeft wel die zwerfpakken. Je geeft jezelf voer. Ja, gaat er ook van, Nelis. Oh. En Nelis. Zo. Straks dan gaan we weer eten. Dan krijgen ze nog een keer en dan gaan ze niet meer. Ja. Ja, de een kat, die kat vangt ze. Ah. De andere katten die gaan gewoon, dan zitten ze uit één bak te eten. En ze moeten natuurlijk ook wel eten, dat begrijp ik ook wel. Maar ja. Ja. Ik zeg altijd, gaan we naar de haven. Eet je eigen eten. Ja toch? Ja. Doen wij gaan we naar de haven toe. Ja. Er zitten er een heleboel. Goed. Ja, daar heb je ook wat, die boer daar koeken, die boert zo. Ja. Nou, ik ga ze niet eens stress zitten voeren hoor, maar ja, omdat ze die katten laten ook wel eens wat staan. Ja. En dat, ja, dit beest hier, dat is aankomen lopen. Dat is een mooi hondje, een mooi poesje hoor. Ja. En volgende week heb je waarschijnlijk een huis. Super. Huh? Volgende week heeft hij waarschijnlijk een huis. Oké. Ik heb er 10 gehad. 10? Ja. Ja, zwervertjes. Maar ik heb voor haar allemaal naar een huis gezorgd. Oké. Nou, dat vind ik toch ook wel heel fijn. Ja. Want dit lijkt een beetje Siamees. Een heilige Burmaan is dat. Oké. Ja, die hebben ze ook denk ik zomaar op straat gegooid, want hij loopt hier al vanaf begin maart. En sinds kort kan ik hem aanhalen, want hij was verschrikkelijk schuw. Ja. En hij is ook hier nog aangereden geweest, dus zag ik hem helemaal niet. En toen kwam hij eindelijk weer boven water, liep het bloed uit zijn ogen. Ach god. Maar ik kon hem niet te pakken krijgen, dus ik kon ook niet naar een dierenhuis. En nu gaat het gelukkig weer goed. Want dat doe ik ook nog, en als ze iets hebben, ga ik naar de dierenhuis. Een kat op 7 levens. 9 toch? Of 9, weet ik veel. Ja, maar dat denk ik altijd. Ja. Yep. En nog een, je hebt ook die stichting Zwerfkatten. En er lopen, die man die daar woont, die geeft weer 2 voor Stichting Zwerfkatten tegen. Als ze wat hebben, dan helpen ze niet. Een mooie ritsback. Dat is mooi hè? Yep, ja, een hele mooie ritsback. Nou, dat is echt een prachtbeest. Ja, ik ben geboren in de Paulus Buisstraat. Die ken je misschien wel. Ja, dat is een oom van mij vroeger. En daar sprong een kat naar beneden van 4 hoog. Maar die liep gewoon vrolijk verder hè, 4 hoog. Mijn oom heeft daar vroeger gewoon Arie Jansson. Jansson, dat was ook een groenteboer toch? Ja. Ja, ik heb daar... zelf ook van de groenteboeren. Ik heb daar gewoond tot 1965. Ja, toen woonde hij, toen was hij denk ik net weg. Ja, maar want hij heeft daar, nou ja, ik was een jaar of 11, 12 groot toen hij wegging daar dan. Oh. Ja. Hij heeft al lang gewoond. En in de van de Limburg van Stierumstraat heeft een broer van hem gewoond, Wim Jansen. Oké. Maar die Arie, je hebt daar wel een aardig tijdje nog gewoond. Want ik ben toen verhuisd naar de Spechtelaan, naar de olie. Ik zat nou nooit weer zitten. Ja, ik zit nu op de Utrechtlaan, ook in de olie. Ja. Ja, verkeer. Ik vind het, ja, ik vind een bolletbuurt, ik vind het altijd normaal gezellig. Ja, maar eens, kijk, ik fiets regelmatig ook door de Goorze heen in Sudan. Oh, dat is hetzelfde, dat is een mooie wijk. Ja, maar ja. Je Mensenstraat en een heel jaar niet gegaan. Nee, waar. Ja. Ja. Nou, ik ga een stukje verder. Ja, oké. Okay. Hey, doei. Laat maar bro. Ja. Steenplaats. Nooit geweest. Je ziet bijna niks. Oh. Dat is wel leuk hier. Hoe laat is het? 18:35. Huisstraat. Dat is weer te koop en verkocht. Plein. Hendelstraat. maar ik weet niet alle straatnaam moet. Oké, dus de Valeriusstraat, de Spelingstraat. Een hoekje om. Een rondje maar. Planten of zoiets, weet ik wat. Nou, we lopen op korf. Hoppa. De Noordstraat. Wat heb ik hier rechts? Goed. Door de Trendrichtstraat. Kijk. De Zomerstraat. Het is ook echt zo. Dan raak ik hier rechts. Dan zag ik een kraakje naar. Omdat ik hier de straat in ben. Daar kan ik niet in. Kijk, je gaat hier rechts en links. Rechts. Dan gaan we straks links. En we gaan straks straks een dak. Kijk hoe oud huisje is hier. Alle burgerstraat. Zie je nog wat leuks? Oosterstraat. Dan gaan we links. Kijk weer de kop. En de straat naartoe. Dan een leuke straat. Dan gaan we naar de overkant, naar de Rijnmachtstraat. Bu da en azından. Al die mooie scheve haakjes hier. Nou, dan gaan we even naar beneden. En dan het is eigenlijk een goed pad, maar niet goed. Hier ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid. Met Bob Marley in de tuin. Dan proberen achterdoor te kruipen. Amandstraat. Ja, dat is wel leuk, dat heb ik nooit gedaan dit. Ja, daar gingen we vroeger als kind zijnde met een sleet de dijk af, dat doet ook niet. Kijk, groentje. Schudden dus, zit de pauwelen. Dat weet ik niet zeker. Hallo familie Gans. Dit is de Paulus. Dit is een tuintje. Ik woon het af hier ook. Door, hè? En zo, dat is denk ik. Weg. Henny gewoon. Henny van het oor. het is, dus het kan uit. En dan had ik last pakken dat het straks was. Straat. Ik heb het koud, maar ik weet. Nou, de weekbazaar is ook dicht. Nu is het failliet. Wel een groot hoor. Meisje, kijk toch eens ergens. Kijk of er een voetbal komt vandaag. De hond zei sorry dames. Schrikken de rare rams. niet allemaal. Van rechts. Leuk. Ja, straks willen ze alle elektrische fietsen een helm op laten doen. Tenminste de personen erop. Dat is er gek van. Niet dat ik een elektrische fiets heb, ja een tandem. Ja, gewoon stop. Idioot. Kijk, terug naar de gang, hoor. Hoeveel heb ik gedaan? 13 kilometer. Go. Ja, ook kom maar joh. Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zeker bij de Vlaarding in beeld. Een mooie site. Ik heb vanmiddag al een stukje gepost over de Holstein. Bij de hoevenhonden. Wat doet hij om hier? Dan zetten jullie met de bus al af. bezig. Die de volgende keer op een andere plaats zien. Waarschijnlijk. Bye bye. Vanaf de bus altijd. Bye.